zak op de grond. Yo, what up? We gaan nu naar Merel de werk. En dan denk je, hè, het is avond, waar gaat ze heen? Maar Merel moet werken op een frisfeest. En ik denk dat jullie dat wel kennen. Ik ging daar vroeger namelijk altijd heen met mijn matties. Maar nu gaat zij dus werk. Zij moet op dat podium moet ze een beetje dansen en zo. Mijn neefje komt langs en mijn nichtje komt langs. Dat wordt super gezellig. Want die woont namelijk in Bussum. Want daar is het feest, in Bussum. Heb je zin in? Ja, maar ik ga het komen. Dit is Margotje. Zij is een vriendin van mijn zus. Ze gaat ook mee dansen. Iedereen die op Bussum op Fris is, gaat deze chicks de hele avond bewonderen. Yo, we zijn op Fris. En we zijn 3 kwartier te vroeg, maar het is echt een ziek grote mega gymzaal. We waren hier 7:15. Om 8:00 gaat het pas beginnen en er staat nu gewoon een hele rij al buiten. Dus best wel bizar. Dat deed ik echt niet hoor toen ik 12 was. Nee, ik stond hier ook om 8:00. Hoi, mag ik het binnen? Zo'n rood hoofd in jouw camera. Je hebt ook een rood hoofd. Ik heb een rode wangetje. Ja. Zijn jullie wel zenuwachtig voor een optreden? Ja, een klein beetje. Maar hoe, de eerste 2 keer wel. Bro. Maar hoe begin je dat dan? Want je staat op het podium en dan gaat de muziek aan. En dan moet je. Eigenlijk komt de muziek en dan sta je zo. En dan ga je op de goede beat en dan ga je zo. Nee. Ja. Jongens, mijn neefje is gearriveerd. Wordt het druk? Wordt zeker druk. Maar het is fucking groot. Hoe gaan ze dit vullend krijgen? Nee, komt heel Bussum hier naartoe of zo? Nou, heel Bussum. Ook mensen van buitenaf. Almere en zo. Almere, Muidenberg. Hebben ze daar geen fris dan? Nee, maar iedereen komt gewoon hierheen. Ja, dit is gewoon de place to be. Hier zat Quirijn altijd met zijn chickpies. Ja. Toen hij nog naar Fris ging. Een paar jaar geleden gingen we ook naar Fris. Ja. Zat hij hier altijd met zijn main chickies. Maar die kleedkamers zijn gewoon toiletten hier. Want het is gewoon een sporthal. Dus hebben hier gewoon een paar kleedkamers. Ja. Maar ga je daar niet in chillen dan? Die zit gewoon. Nee, dat mag niet. Daar staat bewaking voor. Maar af en toe, als ze niet opletten, kon je wel een meisje meenemen. Oh, wat ben jij erg? Meer informatie ga ik niet vertellen. Zeker met Pien, of niet? Camera uit. De Jan-lampen zijn zojuist uitgegaan. Nu gaat de vis al beginnen. Oh, maar nu ziet het er wel beter uit. Net met die felle lampen aan, dat was echt niks. Maar we gaan ze de lichten weer aandoen. We staan in de kleedkamer. De lichten zijn allemaal uit nu. Want het gaat beginnen. De muziek staat ook aan. Dan gooi je een beetje rook erin. Het is echt lachen, man. Het is gewoon helemaal leeg. Oké, chill. Wij mogen ook helpen. Wij mogen bandjes uitdelen. Dit zijn ze. We zijn bij de kassa. Ben jij de cashière vanavond? Zo, hé. Doen we eraan. Gaan een mooie baan, hè? Beste baan die er is. Nu is het leeg. Het is fucking druk. Oké, we zijn nu backstage. We gaan bandjes gooien in het publiek. Helemaal vol. Fris in Bussum is helemaal aan. Jezus Mina, dit was echt een gaaf feest hier al in Bussum. We gaan nu nog even achter de bar. We gaan nog even drinken. Maar de zaal is bijna leeg. We gaan zo naar huis. Was het een goed feestje? Ja, het feestje was niet verkeerd. Waarom de danseressen niet? Nou, de danseressen waren in ieder geval waren echt zo slecht. Wauw. Jezus. Spiros, jij kan het veel beter. Ik weet zeker dat ik het beter kan. Nou, we hebben Spiros gedag gezegd. En we gaan nu uit in. En we gaan naar huis. Eindelijk. Mil, gaan we naar Mackie Drive? Huh? Als we Mac zien, gaan we naar Mackie Drive. Nou, we hebben helaas geen Mackie kunnen vinden. Maar we zijn in ieder geval bijna thuis. Dat is echt heel chill. Oh, ik ga denk ik even een tosti maken. Tosti's maken. Het is 2:00. 2:05.
En ik heb heel erg honger, dus ik ga dit even snel choppen. Dan ga ik slapen. Vond jij deze video nou heel erg tof? Vond je het leuk dat ik naar Fries was gegaan met mijn zus? Like dan even deze video en abonneer meteen op mijn kanaal. Want misschien kom ik jou wel een keer tegen. Op Fries, bijvoorbeeld. Later.